Ja, en oké, dat is ook het punt wat je eigenlijk in een interview in dit boek hebt genoemd. Dus het boek Halve Eeuw in Nederland, wat overigens niet klopt, hè, 1969, dat is tot 2019. Het is de datum van het verdrag, hè? Het werkingsverdrag is dat, ja. Ja, dat begint dan in 1969, maar dus het is al, nou ja, 2019 was het al een paar jaar meer dan een half eeuw. Maar goed, dus hier zeg je ook, het is wel spijtig, ik lees dat. Het is wel spijtig dat onderling vertrouwen en samenwerking in Marokko en in de Marokkaanse gemeenschap nog tekortschieten. Die zijn nodig om als collectief je positie te kunnen verbeteren. Het is te veel loszand, er is onvoldoende sociaal kapitaal. Dat werkt nadelig. Dit is heel interessant, want ik moet eigenlijk uit eigen ervaring vind ik ook, zonder dat ik alleen maar negatief wil zijn, maar het is heel vaak dat los zand, daar herken ik me heel erg in. Het is heel moeilijk om initiatieven op te zetten of om samenwerking met andere Marokkanen, Rifijnen te bewerkstelligen. En ik heb er wel over nagedacht, maar wat bedoel je precies met dat sociale kapitaal? Wat houdt dat in? Sociaal kapitaal is de kracht, de potentie die er in een samenleving zit, lokaal of nationaal, om tot een minimumniveau van onderlinge samenwerking, onderlinge vertrouwen te komen, die nodig is om het geheel, als het ware, te ontwikkelen. Je komt als lokale of regionale samenleving, kom je alleen verder als je een deel van je individuele belang inlevert voor het sociale belang. Dat kan alleen, dat vraagt nogal wat, als je als het ware ook als je vertrouwen hebt, een zeker minimum vertrouwen in de ander. Je hoeft elkaar niet prettig te vinden, je hoeft elkaar niet lief te hebben, maar er moet een minimum aan bereidheid te zijn om gezamenlijk zich tot iets te zetten. En hoe kom ik erop? Omdat er is een theorie die erover gaat, ja. Sociaal kapitaal, samenlevingen met een groot sociaal kapitaal hebben ook een groot vertrouwen in elkaar. Ja. Ook als je niet van dezelfde stam bent, ook als je een religie hebt, of dat je dan toch gezamenlijk tot iets komt. Zo zie je bijvoorbeeld Italië, het sociale kapitaal in het noorden groter is dan in het zuiden. Ja. Door allerlei historische redenen, et cetera. Wat ik bijvoorbeeld opmerkelijk vind, ik heb het uitgewerkt in een recent artikel, wat ik heb gepresenteerd in Tetuan bij het nieuwjaar, bij het Amazigh nieuwjaar. Ja. Waarin ik ook gezegd heb, van als ik de RIF vergelijk met de Soes, dan zie ik dat de Soes een enorme hoeveelheid sociaal kapitaal heeft. Zoals dat hij in staat, ondanks hun onderlinge tegenstellingen, die zijn even hard als in het noorden, om toch tot een minimumniveau van samenwerking te komen, om gezamenlijk toch vooruitgang te boeken. Ik vind het opmerkelijk, als je de kaart van Marokko bekijkt op dit moment, en je kijkt naar de hoeveelheid associaties, NGO's, ja. Lokale associaties. Uh-huh. Als je bekijkt dat de kaart van de Soes vol staat met lokale associaties, die erop zijn gericht lokale ontwikkeling te bestendigen. En het noorden op dat punt veel minder. Uh-huh. En je ziet ook dat de Soes op dat punt, die lokale associaties in nauw verband staan met de diaspora in Frankrijk of Europa. Uh-huh. En dat geld en zo wordt gesluist naar de Soes. En die gezamenlijke actie, het aanleggen van een weg, het aanleggen van een moskee. Ik zie dat de bereidheid, het onderlinge vertrouwen, maar uiteindelijk waarop meer, veel groter is in het zuiden dan in het noorden. Ja, oké. En dat
dat heeft ook weer zijn werking op de, zeg maar, in de gemeenschap, in de diaspora. Zeg maar. Dus hier in Europa. En wederzijds. En wederzijds, ja. Kijk, diaspora's zijn heel belangrijk, want die kunnen ook bepalen, zeg maar, hoe het thuisland opereert. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de oorlog in de Balkan. De Servische, de Kroatische, de Macedonische diaspora in de Verenigde Staten. Of de Ierse diaspora in de Verenigde Staten met de ETA en de IRA. Die kunnen verschillende kanten op gaan. Mm-hmm. De diaspora kan als het ware de samenwerking, de ontwikkeling ondersteunen. Mm-hmm. Maar kan ook in politieke zin ook het vuur aanblazen. Dat zijn ontwikkelingen die je wel in de gaten moet houden. Mm-hmm. Wil je verklaren hoe in Marokko de zaken lopen of in Nederland? Je kunt die twee dingen niet loszien. Ja, is het. En ik heb hoop, ik heb wel de hoop, moet ik eerlijk zeggen, dat. Dat de jongere generatie. Beter opgeleide, hoogopgeleide mensen in het noorden. En de diaspora in Europa uiteindelijk zullen kiezen voor een strategie die tot een werkzame relatie met het centrum van Marokko moet leiden. Mm-hmm. Ja, het is nog even terugkomen tot het punt van het wantrouwen. Je zegt er moet een minimaal vertrouwen zijn om tot onderlinge samenwerking te kunnen komen. Ja. Dus er heerst eigenlijk, dat lukt over het algemeen niet, of niet genoeg, niet goed of minder dan in andere gebieden, laten we zeggen in de RIP. Maar is er een verklaring dan, een historische verklaring voor dat lage onderlinge vertrouwen of wantrouwen? Oh, dat zie je bij veel samenlevingen, bergsamenlevingen met schrale middelen van bestaan. Mm-hmm. Het is logisch dat je daar waar je bestaansbasis heel smal is, moet je die wel verdedigen. Dat betekent dat je je land en je vrouw en je eer en noem maar op, moet verdedigen. Zeker daar waar er geen centrale overheid is. Of andere mechanismes die zich met onderlinge tegenstellingen kunnen matigen. Ja. Dus in schrale samenlevingen, schrale in de zin van economisch, zie je altijd een eigen belang wat heel groot is. Ja. En naarmate je dus als het ware meer middelen van bestaan krijgt, naarmate er van buitenaf meer mechanismes worden ingebracht die verdelend werken, zie je dat langzamerhand gaat slijten. Maar dat is een heel langdurig proces, ook mentaal, zou ik bijna willen zeggen. Vertrouwen, wat de basis is van samenwerking, is niet iets wat heel makkelijk opgebouwd kan worden, heel makkelijk kan worden afgebroken. En als je kijkt naar de geschiedenis van de RIF, zie je dat dat punt natuurlijk zowel harde klappen hebben gehad. Ja. En het ook heel begrijpelijk is dat men heel terughoudend is in het aangaan van vertrouwensbanden. Dat verklaart ook voor een gedeelte, in mijn optiek, het feit dat heel veel associaties in Nederland, of het dan moskeeverenigingen zijn, voetbalverenigingen, of noem maar op, dat het altijd gelazer en gedoe is. Ik bedoel, er moet een Amgar zijn die ook de macht heeft en die zegt van, ik ben voorzitter van een moskeevereniging of ik ben voorzitter van een voetbalvereniging. Ik heb ook al het geld, dus alle macht. En ik bepaal, dan loopt het. Ja. Nee, inderdaad, daar heb je wel gelijk in. Het is bij iedere moskee die wordt opgericht altijd gelazen. Ik bedoel, waar je ook gaat kijken. Maar gewoon alles waarin mensen zeg maar iets samen. Kijk, dat heeft niks met Nederland te maken. Nee. Want ik bekijk de situatie in Marokko. Vandaar dat ik de RIF in de Soest al 50 jaar volg. Ja. En het zijn allemaal Berbers, ze waren allemaal arm en zo. En ik zeg, maar als er verschillen zijn, dan zit het in die historisch gewortelde en gegroeide, moet ik erbij zeggen, gemis aan een minimum aan sociaal kapitaal. Ja. En wat kun je daar nou aan doen om dat wel op te bouwen? Dus welke strategieën zijn daarvoor? Er zijn bijvoorbeeld. Waar ik zelf natuurlijk mijn specialisatie is taal. Dus ik zit op het gebied van Berbertaal.
Zijn er bijvoorbeeld het organiseren van taallessen waarin je mensen bij elkaar brengt, die dan een gezamenlijke taal leren? Is er zoiets, zijn dat initiatieven waarmee je sociaal kapitaal kan bouwen, onderling vertrouwen? Om de mensen samen, ja, samen dingen doen en elkaar leren vertrouwen? Maar ja, wat je ziet bij de theorie van sociaal kapitaal, ik heb het niet van mezelf, het is van zie je dat een samenleving waar vertrouwen is, dat er ook veel dingen samen worden gedaan die zeg maar niet direct winstgevend zijn. Je gaat samen bowlen, of je gaat samen feest vieren op een terrein. Ja. Burenhulp. Ja. Twiza. Het staat in de Koran, hè, dat je dat moet doen, maar het gaat even om dat je dat doet. Een minimum. En dat is de hechtheid van de hechtheid van de samenleving zit hem deels ook daarin. Het cement die mensen bij elkaar houdt. Ja. Dingen samen doen die niet direct gedwongen zijn of niet direct leiden tot winst. Sterker nog, misschien moet je zelfs iets van jezelf investeren. Ja. Om iets anders terug te krijgen. Ja, ja. En dat vraagt zekerheid, stabiliteit. Een welwillende overheid die daarin ook faciliteert, om het zo maar te zeggen. Ja. Kijk, als je naar Nederland kijkt, er is geen overheid in Marokko, in Europa, die de migrant heeft gefaciliteerd financieel. In Nederland, andere landen, no way. Hè? Ja. En vandaar ook dat de situatie in Nederland op dat punt, kijkend naar de Marokkanen, relatief minder gespannen is dan in België bijvoorbeeld.